Een verrassend resultaat. Dat zou een zegen natuurlijk zijn tegen de regerend landskampioen. Kan dat sentiment allemaal weer omdraaien. En daar gaat FC Twente natuurlijk naar op zoek. Waar Makkeli hier de eerste overtreding heeft gezien. En ook gelijk de eerste gele kaart. Dat moet de snelste van het seizoen zijn. Na 9 seconden. Voor Boeren. De spits. De eerste lange bal. Boeren die wel degelijk zijn arm even gebruikt. Maar om daar nou gelijk een gele kaart voor te geven. Ik heb gezegd wat overdreven. Corner van de thuisploeg kan worden verlengd en van de doellijn gehaald door Vilena. Eerste mogelijkheid voor Twente. Hier is Jensen. Tigadouini. Terug naar Jensen was de twee keer toe het idee eigenlijk. Want Tigadouini slaagde niet in om de bal daar te krijgen. Die kopkans voor Twente. Maar die was denk ik naast gegaan. Mooie opening van Vilena. Toornstra, Jurgensen biedt zich aan. Doet hij nogmaals. Balletje naar Boetius. Een schitterend pad. Een mooie goal van Feyenoord. 18 minuten onderweg. Boetius open te scoren. Na een schitterende aanval. Het begint allemaal met die crosspaas van Vilena. Die op de stropdas landt van Toornstra. Die slaagt er in twee instanties in om Jurgensen te betrekken in deze combinatie. Het steekballetje is geweldig van Toornstra. Zoveel gevoel. En Boetius rond het keurig af. Fraai doelpunt. Feyenoord op voorsprong. En normaal, die moet tempo maken nu. Met Maher in zijn rug. Oh, dan een fout van Jones. Wat is dat dit week einde toch? Wat een blunder van Brad Jones. En zo komt Twente heel gemakkelijk aan de 1-1. Met dank aan de Feyenoord doelman. En dat overkomt hem natuurlijk niet voor het eerst dit seizoen. Denk aan de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het is een ongelooflijk prettig cadeau voor FC Twente. Als Maher hier besluit door te jagen. Maar dan doet Jones dit. Schuift hij hem zo in de voeten van Maher. Na Bizot gisteravond een nieuwe keepersblunder van de buitencategorie. Toornstra scherp aangesneden en de reflex van Drommel voorkomt de 1-2. Twente eruit met Maher en Cuevas. In een hoog tempo. Dan komen er 5-6 mee namens de Tukkers. Feyenoord moet terug. Cuevas. Van Beek. Jensen die doorjaagt. En Van Beek die geen risico neemt. Heerlijke pot voetbal. Berghuis bediend door Toornstra. Berghuis, Jurgensen in positie, bij ook. Die komt de bal weg. Helemaal die zoekt de zijkant op. Haps, Jurgensen. Haps doorgelopen, Boetius staat helemaal vrij, maar die krijgt zijn voet niet tegen de bal. Bal gespeeld door Maher. Maher die vervolgens een behoorlijke tik krijgt van El Amadi. Voordeel Twente. Assaidi 1-1 met Van Beek. Nou, dit zou Twente iets kunnen opleveren. Assaidi die tempo maakt en dan moet afdrukken. Nog een keer Assaidi. Goed gedaan door Lam. Jensen voor de goals en de 3 namens Twente onder wie Lam. Maar de voorzet is zwak. Hier zat toch wat in voor de thuisploeg. Het is warm in de goalsvesten. Berghuis, beweging bij El Amadi. Toornstra, Jurgensen, kiest positie. Wat een goede bal weer van Toornstra. Wat een misser van de spits van Feyenoord. Veel beter dan zoals Toornstra hem zojuist geeft. Kunnen we eigenlijk niet krijgen als spits. Maar Jurgensen kan de bal niet genoeg drukken. Oeh, mooie beweging van Tigadouini en Jones in twee instanties. Berghuis. El Amadi, Berghuis. Berghuis voor zijn linker en de goal van Feyenoord. 2-1, halverwege de tweede helft. Berghuis met zijn 14e van het seizoen. Op het moment dat die combinatie slaagt met Berghuis. En die hem vrij voor zijn linker heeft in het 16 meter gebied van de tegenstander. Dan weet je wat het resultaat zal zijn. Want zijn trap is loepzuiver via de binnenkant van de paal. De belangrijkste en beste speler dit seizoen bij Feyenoord. Steven Berghuis.
Haps. Makkelijk om Van der Lely heen. Jurgensen en Van Persie kiezen positie in het 16 meter gebied. Dit is El Amadi. Daar wordt het nu weer druk. Berghuis. Combinatie met Van Persie. Is een vlotte. En dan wordt hij zo binnengewerkt door Jurgensen. En is het 3-1. Dat is een zaalvoetbalgoal van Feyenoord. Dat er zo doorheen wandelt. Met wat spelers van FC Twente als toeschouwers. Jurgensen die een grote kans liet liggen aan het begin van de tweede helft. Rond het nu wel af. En dat doet hij ook fraai ook. Snelle combinatie van Feyenoord. El Amadi raakt er nog maar half. En Jurgensen doet voldoende achter het standbeen langs om Drommel te passeren. Door de benen. Ook dat nog van Drommel. Het is gelatenheid, zoals gezegd, in het stadion van FC Twente. Het grote Twente met gemiddeld dik 25.000 supporters op de tribune. Op weg naar een donker slot van de competitie. Assaidi. Assaidi, zo, dat had zomaar nog gekund. En Hooiveld in de naastoot. Bal wordt nog van richting veranderd. Die knal van Assaidi, dat maakte de reflex van Jones een hele aardige. Vilena. Feyenoord zou er zo nog maar een vierde kunnen inprikken in die laatste minuten van deze wedstrijd. Van Persie. Hij bijvoorbeeld is er dichtbij. Drommel met een goede redding nog. Feyenoord wint in Enschede met 3-1. En de zorgen na dit weekeinde voor de Tukkers zijn alleen maar groter en groter geworden. En wie er een uitweg weet uit deze gigantische problemen, die mag opstaan. Ze hebben nog 4 wedstrijden om dat om te draaien. Het wordt buitengewoon ingewikkeld om dat te bewerkstelligen in de wedstrijden tegen ADO, PEC, Vitesse en NAC Breda. Maar je moet erin blijven geloven.